Voorzitter, het voelt eigenlijk heel comfortabel hier. Het is alsof ik weer, zoals oudsher, de troepen kan toespreken. Voorzitter, het was een moment van nu of nooit. De beslissing om mijn militaire pak aan de wilgen te hangen en hier, nu, vandaag, mijn debuut te maken. In de politieke arena, in de plenaire zaal zelfs, in de Tweede Kamer. En dan ook nog eens tijdens het debat met de premier Rutte over de EU in het licht van geopolitieke veranderingen, maar ook twee oorlogen die ons dagelijks raken en de vraag wat de rol van Nederland is in de wereld. Maar ook Europa specifiek. Maar ook wat dat betekent voor de opgaves die we hebben hier in eigen land. En dat we keuzes moeten maken. En ik heb die keuze gemaakt. Voor mij is het nu. Nu of nooit is ook het credo, en dat weet u, van het Korps Commandotroepen. Van de Nederlandse krijgsmacht. Ik kom daar vandaan. Een credo dat zich diep heeft genesteld. En ook niet meer uitgaat. De basis is eigenlijk dat je problemen en uitdagingen niet voor je uitschuift, maar die juist naar voren toe haalt. Het gaat over eigenaarschap. Je bent eigenaar van de situatie waarin je terechtkomt. En dat betekent dat ook gelijk ook dat je altijd verantwoordelijk bent voor het oplossen ervan of het voorzien van perspectief voor je teamleden. Commando zijn zit in je bloed. En de kernwaarden moet beleid, trouw, eer en trots vormen voor mij het morele fundament voor het leven. En dat is hier in de politiek voor mij niet anders. Nu in de politiek dus, om mijn missie voor te zetten. En het helpen beschermen wat ons Nederland dierbaar is. Want hoewel we het hier in Nederland nog niet heel slecht hebben, maar het kan altijd beter. En dat beter werkt al meer dan 25 jaar. Met 5 uitzendingen in Afghanistan, missies in Afrika, maar ook soms het zure werk. Beleidswerk voor de Koninklijke Landmacht, maar ook politiek bestuurlijk werk hier in Den Haag. Maar ook 2 jaar leren en studeren in Amerika. Ook ervaring in het strategisch advieswerk bij Deloitte. De laatste 5 jaar heb ik lesgegeven en onderzoek gedaan aan de Nederlandse Defensieacademie. Op het gebied van oorlog, strategie, maar met name de complexiteit daarvan. Voorzitter, ik heb altijd met handen en hoofd gewerkt. En dat begon eigenlijk al heel lang terug in mijn jeugd, waarop ik op een gemengd boerenbedrijf heb gewerkt. Ik heb daar geleerd om hard te werken, maar ook om het kopje te gebruiken. Want je kunt zo'n kuilvoersilo in de winter, die kun je met noest werk openbikken, is leuk, hè, met de bikhouwel. Maar je kon ook even de brander halen met de tractor, de grond ontdooien en daarna alles snel wegscheppen. En weet u, het mooie van werken met hand en hoofd is dat je altijd verantwoordelijkheid draagt. Voor zowel het plan, of ja, zoals we het hier noemen, beleid in Den Haag, als ook de uitvoering. Niks afschuiven. Altijd eigenaarschap. Verantwoordelijkheid. En dat, voorzitter, brengt me bij een hele bijzondere nacht in de Biesbos. Diep in de nacht pel ik met 3 andere cursisten uit de elementaire commandoopleiding in een heel klein, zacht opgepompt, rubberen bootje in de mooie Nederlandse delta. Al 3 dagen geen slaap. Ongelooflijke honger. Nog 25 kilometer naar het eindpunt. Maar je doet het samen. Ik motiveer mijn buddies. En toch had ik in de vrachtwagen mijn ogen even dicht moeten doen. En die laatste chocopasta zo in de pot met mijn vinger eruit moeten halen. Want hier besefte ik goed dat als je niet voor jezelf zorgt, kun je anderen ook niet helpen. En deze les geldt net zo hard voor Nederland en de EU. We moeten onze eigen zaakjes op orde hebben. Draagvlak in de bevolking, financiële middelen in reserve, een krijgsmacht die op orde is met gevulde voorraadcentra en munitiedepots. Want onze steun voor een betere wereld, versterking van die internationale rechtsorde, stabiliteit, democratie, maar ook humaniteit
valt of staat met de vitaliteit van Europa en Nederland specifiek. Maar ook een andere les, deze komt uit Afghanistan, is dat de boots on the ground, die laarzen en de klei, die hebben eigenlijk altijd gelijk. In vuurgevechten met de Taliban bleek iedere keer weer dat de operators die daadwerkelijk in die voorste linie zaten, gelijk hadden. En voorzitter, voor mij en de BBB is kennis en kunde uit de praktijk een voorwaarde om politiek te kunnen bedrijven. Een oprechte interesse in de praktijk is een vereiste om problemen het hoofd te kunnen bieden. Maar ook het besef dat de buitenwereld weer barstiger is. Complexer en vaak onvoorspelbaarder dan de ambtelijke of de politieke realiteit. Dus de zoektocht naar 100% oplossing is een illusie. En leidt juist tot toeslagenschandalen, technische stikstofmodellen en een schijnwerkelijkheid die niks oplost en de burger juist vervreemdt van de politiek. Voorzitter, met de aanstaande EU-top van 14 en 15 december wil ik in dit debat de richting zetten voor de toekomst van de EU. Maar voordat ik het doe, wil ik allereerst 3 piketpalen plaatsen voor ons BBB-EU-beleid. 1. Wij geloven in Europees nabuurschap. Doen waar de EU voor is opgericht, maar nog veel belangrijker, een EU op orde. En daartoe, voorzitter, willen we de volgende zaken ter orde stellen. BBB, wij onderschrijven de noodzaak tot een meerjarige financiële, militaire en humanitaire ondersteuning van Oekraïne. Maar wel met een kanttekening. Dat die dekking van 50 miljard, die moet uit het meerjarig financieel kader komen. Maar ook dat lidstaten vrij uitstaat om bilaterale steun te leveren. De kritieke factor voor ons op dit moment is munitie. Voorzitter, wanneer rollen de eerste Nederlandse granaten van de loopband volgens de premier? Als tweede punt, BBB, wij vinden dat de toetredingsversnelling voor Oekraïne momenteel voorbarig is. 4 van die 7 voorwaarden zijn momenteel behaald. Heel goed. Nu de rest. Meneer Tuinman, ik vind het heel vervelend om te moeten zeggen, maar u bent al over de tijd. En ik zie nog best wel wat blaadjes liggen. Dus ik wil u toch verzoeken, ook al is het een hele speech, om naar een afronding toe te werken. Ja, eerst aan die Kopenhagen-criteria voldoen en dan pas onderhandelingsraamwerk vaststellen. Nou, ziet de premier dat ook zo? Het westelijke Balkan-groeiplan spant het paard achter de wagen. En wij vinden die 6 miljard dat allereerst de huidige instrumenten voor pre-toetreding moeten worden aangewend en zachte leningen juist zorgen voor een schuldenstijging van de gezamenlijke schuldenlast. Is de minister-president daarmee eens? Maar wij maken ons bovenal zorgen over de toekomst van de EU. En de resolutie uit het Europese parlement over de herziening van de verdragen van 22 november luidt een richting in van hogere lasten, minder bevoegdheden en stringentere greep op de EU. Daarom stellen we voor om bij volgende gedragswijzigingen dat Nederland zich moet inzetten voor meer opt-out bedingingen en dat een conferentie over de toekomst van Europa alleen kan gaan als het functioneren wordt verbeterd. En de vraag is, voorzitter, aan de premier of hij dit kan uitdragen op de volgende Europese Raad van 14 en 15 mei. Dank u wel. Hartelijk dank voor uw medespeech. Ik wil u van harte feliciteren, ook omdat u op prachtige wijze uw militaire ervaringen heeft verwerkt in uw politieke boodschap. U kunt zo de felicitaties in ontvangst nemen als u hier vooraan even gaat staan.